De districtscommissarissen hebben tijdens het jongste DC-collectief van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Diekan van regionale ontwikkeling en Roline Samsudin van ruimtelijke ordening grond- en bosbeheer. Het ging daarbij over het grond- en bosbeleid. Het DC-collectief is een platform voor de districtscommissarissen om met de minister van RO van gedachten te wisselen over beleidsaangelegenheden. Minister Samsudin heeft als bijzondere gast op de vergadering het grondbeleid toegelicht. Er zijn harde maatregelen aangekondigd tegen illegale grondbezitters. De directeur van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, Jerry Akkum, was ook aanwezig op de vergadering. Hij besprak de mogelijkheden en beperkingen van de SBB voor wat de controle betreft. Akkum gelooft dat er goede resultaten kunnen worden geboekt als de samenwerking met de DC's optimaal is en als de controle wordt gedigitaliseerd.